Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, regering gaat economische groei bewerkstelligen op bereikte stabiliteit. CARICOM-regeringsleiders bespreken kwestie Haiti. En samenwerking, landbouwcoöperatie en LVV moet groei agrarische sector Coroni stimuleren. De hervormingen die in de afgelopen 3 jaar zijn doorgevoerd, hebben volgens president Chandrika Persat Santokhi geleid tot significante verbeteringen. Er is economische stabiliteit bereikt en de regering zal op het fundament dat gelegd is economische groei bewerkstelligen. President Santokhi sprak op maandag 8 januari tijdens de eerste regeringspersconferentie voor 2024. Terugblikkend op 2023 benadrukte het staatshoofd dat dit een periode is geweest van herstel, hervorming, herschikking van schulden en het ondersteunen van kwetsbare groepen. President Santokhi stond in de congreshal vooral stil bij de monetaire parameters. Wij brengen u het volgende fragment. Beste mensen, we hebben net een jaar afgesloten, 2023. Er zijn veel wensen uitgesproken. Er is terugblik geweest, er is vooruitblik gepleegd. Veel is al bekend in de samenleving, maar laat me toch een paar van de zaken belichten die wij achter de rug hebben. En dat heeft zeker te maken met de hervormingen die wij als land hebben doorstaan. Hervormingen die wij als regering hebben moeten doorvoeren, die gepaard zijn gegaan met vele offers, zware offers, vanuit de samenleving om onze economie weer gezond te maken. Deze inspanningen waren niet gering, maar hebben wel bijgedragen tot significante resultaten. We hebben ook gemerkt dat wij als land niet alleen voor die uitdagingen stonden, maar ook de wereld stond voor verschillende uitdagingen. En je leeft tegenwoordig niet meer op een eiland. Je bent deel van de wereld. En ook daar heb je een stukje verantwoordelijkheid naar de internationale en de regionale gemeenschap toe. Als het gaat om het leveren van een bijdrage, om de vrede te versterken en te bevorderen en ook om de veiligheid te garanderen. En daarvoor word je als land dan ook geroepen om een bijdrage te leveren, hoe klein dan ook. Wat de nationale situatie betreft hebben we allemaal gemerkt dat we gaan naar een betere periode. Het is een heel belangrijke afsluiting geweest voor ons 2023, waarmee we in feite een periode afsluiten van herstel, van hervormingen, van herschikking, van de schuld, van het weer gezond maken van de economie, maar ook het ondersteunen van de samenleving, zeker de kwetsbare groepen, waarbinnen er een goede balans gezocht werd om dat allemaal goed te begeleiden. En we weten dat zeker voor wat betreft de bescherming van die samenleving, de kwetsbare groepen, er nog sociale achterstanden zijn die we zo snel mogelijk willen inlopen, reeds de komende dagen, weken. Mijn mensen, als we praten over een periode afsluiten, dan kunnen we zeker zeggen, namelijk dat op
macro-economisch gebied er verschillende hervormingen zijn geweest. En die hervormingen waren noodzakelijk gewoon vanwege het feit dat je op basis van de gegevens die beschikbaar zijn, je geen land kan ontwikkelen zonder die economische onevenwichtigheden weg te werken. Je moet weer balans brengen in de economie. Je moet het weer op het gezonde spoor brengen. En dat doe je met verschillende maatregelen die dan ook getoetst worden, zowel nationaal als internationaal. En die verschillende maatregelen hebben we gepresenteerd aan de samenleving in ons herstelprogramma. Maar daarnaast zijn die maatregelen verder uitgewerkt in ons IMF-programma. Allemaal maatregelen met als doel om duurzaam hervorming en duurzame ontwikkeling te kunnen garanderen voor onze samenleving. Het is goed toch om die parameters nog een keertje te benadrukken. En wil ik toch nogmaals vragen hierin niet een sfeer te gaan zoeken van verwijten, verwijtbaarheid, maar gewoon fact en figures. Die uiteindelijk bepalen waar we vandaag staan. En als wij een negatieve BBP-groei hadden, een negatieve BBP-groei hadden van 16% aan het eind van 2020, dan is nu die groei van BBP plus 2,3%. Als we een overheidstekort hadden van ruim 19% van het BBP, dan is ons begrotingstekort nu 4,3% en de internationale norm is 3%. Als de inflatie boven de 60% was rond 2020, dan is de inflatie nu in de buurt van 38% nog steeds te hoog. Maar zoals geprojecteerd door het IMF, als we zo doorgaan met onze hervormingen, met dezelfde discipline, dan kan het wel bij 17% tegen eind van het jaar nog komen. Onze schuldpositie van ruim 150% van de BBP tegen eind van 2020 is nu 118%. Met een duurzame schuldherschikking naar onze schuldeisers toe. Een betalingsachterstand van 270 miljoen Amerikaanse dollar aan het buitenland. En nu is er een betalingsbalans met een overschot op de lopende rekening. Een parallelkoers die we hadden, die 130% hoger was dan de officiële wisselkoers van SRD 7,53 per US dollar, is nu gestabiliseerd en geunificeerd als gevolg ook van de hervormingen. Onze internationale reserve, die helemaal tot bijna nul gedaald was, is nu meer dan 1 miljard plus US dollar. Ons importdekking, wat slechts enkele weken was, is nu weer naar ruim 6 maanden importdekking. En het kasreserveschandaal kent u wel. Gelukkig is die kasreserve weer behoorlijk vooruit gegaan met weer honderden miljoenen. En de beoordeling die we krijgen, namelijk, we zijn geen junk land meer. We zijn geen land met junk status, met een D-status dat we onze schulden niet kunnen betalen. We zijn beoordeeld door internationale gezaghebbende ratingsbureaus en we hebben een CCC+ beoordeling gehad met een stabiele vooruitzicht. En niet te vergeten dat we in dit traject ook succesvol hebben afgelegd ons National Risk Assessment, NRA,
en een goede beoordeling van ons mutual evaluation, welk een instrument is van de Caribbean Financial Action Task Force onder supervisie van de Financial Action Task Force van de wereld, waar wij al heel dicht bij de risicozone waren om gegrillist, zo niet geblacklist te worden. En met ons beleid en onze maatregelen hebben we Suriname uit die risicozone weggehaald. In hetzelfde traject afgelopen 3 jaren. Wat betekent dit allemaal? Geachte aanwezigen. Namelijk dat de overheidsschuld niet als een molensteen zal hangen rond de hals van onze economie en geen verzwaring zal opleveren voor onze kinderen en kindskinderen. Onze economie is weer gezond en op het juiste spoor nu. En ons financieel systeem is uit de risicozone. Natuurlijk sluiten we deze fase af als te zijn een fase die geleid heeft naar stabiliteit. En dat we op die stabiliteit, op het sterk fundament wat wij gecreëerd hebben, daar nu de economische groei moeten gaan bewerkstelligen. Dat is de uitdaging. Dat de groei nu al geprojecteerd is, als gevolg van die hervormingen van 2,3% moet nu verder groeien met investeringen. Met public-private samenwerking, maar met name investeringen vanuit de private gemeenschap. President Santokki nam op virtuele wijze deel aan de interventie tijdens de 7e bijeenkomst van de hoofden van regeringen over Haiti en de bureauvergadering van de conferentie van hoofden van regeringen met de Eminent Persons Group. Tijdens de bijeenkomst op 5 januari werden cruciale aangelegenheden met betrekking tot Haiti besproken. Minister Parmanant Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij is van mening dat het succes van landbouwcoöperaties in Nikeri ook kan worden toegepast in Koroni. Hij deelde deze visie tijdens een bijeenkomst op 7 januari 2024 in de multifunctionele zaal van Koroni. Michael Bent, de voorzitter van de landbouwcoöperatie in Koroni, deelt eveneens het perspectief en ziet met de agrarische potentie van het district de mogelijkheid om internationale markten te veroveren. De gehouden toespraken belichten deze veelbelovende ontwikkelingen. Op 9 september, toen de president hier kwam, hadden we getracht om een gesprek met hem te hebben, maar helaas, er was iets voor zich voorgedaan en de president moest onmiddellijk terug naar de stad. We hebben daarna gesproken met de heer Denksteen, de heer Kalu, de directeur van LTV. En daar hebben we de opdracht gekregen om een coöperatie op te richten. Nu is dat het geval. Het is een feit geworden. Een coöperatie op en een afspraak bij Mickey dat een coöperatie DC na een coöperatie samus tak die alle den boeren voor corona. De landbouwers. Een coöperatie DC moest behartig het belang voor alle de landbouwers dus in corona. Een coöperatie DC moest zorgen dat den alle salsa de landbouwers af van nodig, middelen, materialen, de coöperatie DC moet zorgen dat de landbouwers voor corona is kunnen trekken. En met dat president Grand Tanje, de directeur voor LVV ook en een minister, want voor zij heb ik met dat. Financieel, die hoeven moeten paaien, notariskosten.
na de regering zorgen voor dat die. Want in feite, na ons recht bij ons bij de notaris kosten, maar de regering heeft ons. En de regering komt in langer een zekere bedrag. Bij de notaris kom ik in statuut van juni. Laatst nog, we maken een beetje staan in meneer Kalu. Moet je een beetje bijdragen bij zodat we kan doen een tractor in Morofara. Ik kan garanderen dat we de tenen de gesprek hebben voor de abostuur voor mij. Dan corona ook is een travestie. We kan brengen me corona ook is een travestie. Ontwikkelen ook in corona. Omdat de coöperatie DC om een mogelijkheden, a coöperatie dus hebben. Zelfs export en import mogelijkheden, a coöperatie dus hebben. Dus, afzet mogelijkheid, dat de garandeert in de toekomst, te oprani, u abu product, u dan vrede, a coöperatie etek alles al puro, u nou anu en senego morofara. Ik kan u vertellen, een van de coöperaties, welke ondersteund is geworden door de NOVA, importeren hun eigen kunstmest nu, en tot op dit moment zoals ze hier staan en zitten, verdeeld onder de boeren, en schrikt u niet, voor 40% goedkoper dan wat ze zouden moeten betalen. Dat is de kracht van die coöperatie. Voor mij is het makkelijker om met die coöperaties zo te dealen, één op één. En maar nu denk ik dat we een groep hebben, meer dan 15 coöperaties, dat wij nu moeten gaan denken aan een federatie. Al die coöperaties bij elkaar brengen. En dat gaat ons helpen, dat gaat ons die kracht geven. Kijkers, tot zover Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.